En mocht je denken, wie is die man die daar in de studio staat? Het is Jim Jansen, de hoofdredacteur van New Scientist. Normaal spreken wij elkaar op dinsdagmorgen, vandaar op donderdagmorgen. Dan moet er wel een bijzondere reden hebben dat wij elkaar treffen hier. Zeker, Domien. Lowlands komt eraan. Ja. 17 tot 19 augustus. Prachtig muziek, comedy, van alles, eten, drinken, gezelligheid. Maar ik ben hoofdredacteur van New Scientist. En er komt ook een heel groot wetenschapsprogramma, Lowlands Science. Dat is een groot ding binnen Lowlands. Ieder jaar is er heel veel science op Lowlands te vinden. Zeker. En dit jaar dachten we, we gaan het nog een beetje groter maken. Want waarom is het zo belangrijk om op Lowlands, op een festival waar Gorilla staan en Kendrick Lamar in de staat en Dua Lipa, om daar ook iets van wetenschap te laten horen? Wetenschap is gewoon altijd belangrijk, denk ik, in de hele maatschappij. Zeker, natuurlijk. En Lowlands komen 65.000 mensen, hekken omheen. En dat is natuurlijk fantastisch om daar onderzoek te doen. Ja. Want wat doen die mensen allemaal? Drinken, snuiven, dansen, eten, lopen. Ja. Dus eigenlijk, Lowlands is gewoon één groot laboratorium. En we hebben eigenlijk twee verschillende programma's gemaakt. We hebben één doorlopend programma van vrijdag tot zondag, waar mensen gewoon mee kunnen doen, bezoekers aan onderzoeken. Ja. En we hebben elke dag met de VPRO, met Tegenlicht, hebben we de zogeheten Tegenlicht Talks, waar je eigenlijk een soort college, waar je lekker kan discussiëren met wetenschappers. Ja, nou ben ik gek op Lowlands. En ik ben vooral gek op het muzikale gedeelte. En dus al die dingen die we net hebben benoemd, het lekker eten. En ERD. Precies, ja. The War on Drugs. Daar kijk ik heel erg naar uit. Maar komt toch ook bij ons langs? Nou ja, dat hangt een beetje af van die talks. Kun je gewoon even één dingetje noemen waarvan je denkt, nou, dat is echt interessant voor iedereen die nu luistert. Nou, dat is, we gaan het bijvoorbeeld hebben over het gretige brein. Kijk eens, laten we zeggen, het brein is heel belangrijk, de hersenen. En laten we zeggen, hoe werken die hersenen? Ja. En kunnen die hersenen met elkaar geconnect worden? En kan ik straks jouw hersenen uitlezen? Nou, dat hoop ik niet. Ik weet het niet. Maar ter voorbereiding is wel leuk. Ik ga naar Maastricht, naar de Universiteit. Die gaan mijn hersenen, gaan een scan maken van mijn hersenen. Ja. En die gaan we dan op Lowlands met wat wetenschappers en met het bezoek, met de bezoekers bespreken. Dus maar dat is, wat kun je zien op een hersenscan? Nou, kijk, je ziet bepaalde gebieden. Je ziet waar ben je heel actief, waar ben je wat minder actief en waarom gebeurt dat. En we weten steeds meer, weet je. Maar dat is wat doen we met die kennis? Ja, ik vind het dus altijd heel eng als dit soort dingen helemaal niet. Ja, dit is de toekomst. Als jij begint over het overzetten van hersenen van de ene pan in de andere pan, dan word ik al een beetje. Maar dat is toch een fantastisch. Onrustig. Dat is, en de al die talks, die 9 talks die we gaan doen, dan gaan we allemaal over dat soort futuristische dingen. Over landbouw in de stad, over bitcoins, over allemaal echt dingen die in de toekomst spelen. En daar is de doelgroep is, ik denk, tussen de 20 en 30. En ja, de doelgroepen die heeft wel de toekomst. En daar gaan we kijken van. Wat weten we, wat kunnen we ermee en wordt ons leven daar ook door leuker? Maar dan het allerleukste, dat zijn die onderzoekjes natuurlijk. Want dat kun je ook echt als laboratorium geweldig meedoen. Dat is geweldig. Nou, een beetje voorbij de alfa, weet je. Dus aan het eind van het Lowlands mooi terrein gebied ook daar. Is het gek gebied. En dan kan je eigenlijk gewoon binnenlopen. En dan bijvoorbeeld we met de Universiteit van Groningen gaan we onderzoek doen naar lallen. Je neemt een slok bier. Ja. Wat gebeurt er dan met je tong? Die wordt een beetje dikker, hè? Zo, weet je. Dan dat is je spraak beïnvloed. Maar stel dat je een paar biertjes op hebt en je gaat een buitenlandse taal, die is niet je moedertaal, spreken. Wat gebeurt er dan? Dat wordt nog rommeliger, denk ik. Nee, dan ga je beter spreken. Ja, je weer beter buitenlandse taal spreken als je gedronken hebt? Ik zweer het je. Dus, dat komt door zelfoverschatting, of komt het er juist door? Nee, want zo goed kan je je tong niet beïnvloeden. Dus laat zeggen, en dat is bewezen. En daar gaan we dus met participanten, met bezoekers van Lowlands, gaan we daar onderzoek naar doen. Dat is een stop, want dan heb je dus, je hebt een biertje in je linkerhand en waarschijnlijk heb je al een paar biertjes achter de kiezen. En aan je rechterhand. Dus, precies, en dan kun je dus ook nog eens een keer, je bent dus een proefpersoon, ook al heb je gedronken. Dat is toch fantastisch? En wat is dat dakloze spel van met de Hogeschool van Utrecht gaan we met iemand die ooit dakloos is geweest in 2015, gaan we kijken van hoe kijk je naar daklozen? Zou je zelf denken ooit dakloos kunnen worden? En ben je bereid om daklozen op te vangen in je eigen wijk? Want dat is toch een beetje een stukje burgerschap. Dus we gaan het eigenlijk de dakloosheid simuleren. En kijken in hoeverre tolerant je bent. Oké, we pakken heel even je moment bij deze dan, Jim. Want dit is het moment dat we dus weten dat er weer een Lowlands Science aankomt. En dat dit dus een deel is van de line-up. Maar ik kan me ook voorstellen, je noemt het net zelf al, de War on Drugs, NERD, James Bay is erbij, Gorillaz en Kendrick Lamar. Ik kan me ook voorstellen dat de mensen denken, ja, hou eens even, ik ga niet naar het science-programma van Lowlands. Dat denk ik helemaal niet. Nou, pak even.
even je moment dan. Waarom moeten we erheen? Omdat het hartstikke leuk is om gewoon naast al die fantastische bands, naast al het heerlijke eten uit die foodtrucks, gewoon heel even een stukje verdieping te doen. En laat zeggen, die data die worden ook weer gebruikt. Dus het zijn allemaal universiteiten en hogescholen die meedoen. En die data die we daar ophalen, die wordt voor onderzoek gebruikt. En dat is natuurlijk, je draagt dan ook een beetje een steentje bij aan de maatschappij. En dus dat is heel belangrijk. Maak je je bezoek aan Lowlands, maak je ook nog eens een keer zinvol voor de rest van de wereld. Ja, dat is toch heel goed. Een mooi idee. 17 augustus dan gaat het beginnen op Lowlands, het Lowlands Science programma. De hele line-up vandaag op de website van Lowlands. Zeker, vanaf 9 uur. Dankjewel Jim, ik wens je vandaag een mooie donderdag. Ik jou ook. Dankjewel Dominique.